Toon Epping, je bent nog een paar dagen eigenaar van Café De Stam. Wat gaat er door je heen? Ja, het is best wel dubbel gevoel. Het is natuurlijk wel echt een weloverwogen keuze om die stap te maken. Maar het is ook wel 18 jaar van mijn leven geweest en echt met ziel en zaligheid gedaan. Dus het is echt, dat is echt wel dubbel, maar het is voor ons een goed moment. Wat bracht jou toe, Ties Jaarsma, om hier de zaak over te nemen? Ja, zolang als we in het café hebben gehad, zolang sta ik al achter de bar in de verschillende cafés. Ja. Het werd gewoon een keer tijd. Ze worden er vanaf en ik wil niks liever dan deze kroeg wel hebben. Want je bent altijd medewerker geweest, nou wel een keer baas spelen. Nou, zo is het ook weer niet. De horeca zal ik gewoon op dezelfde manier blijven bekijken. Maar er moet toch een keer stappen gemaakt worden. En alle kennis die ik door de jaren heen heb vergaard, kan ik nog mooi in praktijk brengen. Op Facebook bedanken jullie de klanten voor 18 knotsgekke jaren. Wat was er zo knotsgek? Ja, in het café gebeuren natuurlijk altijd gekke dingen wel. Dat is hier niet anders. Maar ik bedoel, hier wordt ook wel op de bar gedanst en er wordt met de lampen geslagen. We hebben leuke optredens gehad. Toevallig vanmorgen hadden we nog even over dat Armand hier was. Die is twee of drie keer met Armand gehad. Met een jubileum, met een 15-jarig bestaan, met een 20-jarig bestaan. Het is ook een bijzondere man natuurlijk. Hij was nog geen twee seconden in de kleerkamer. En de joint die ging al aan, weet je wel. Dus de hele kleerkamer stond blauw en mijn schoonmoeder zat erbij. die vond het allemaal maar prachtig. Zelfs ook een keer dat hij hier nog boven zat. En was dus 20-jarig bestaan of 15-jarig, dat weet ik niet meer precies. Maar dan hadden wij hier dus het feestje gehad en hij had gezongen. En hebben we hier beneden de boel gepoetst. En dan gingen we met z'n allen ergens anders nog wat drinken. En toen zei iemand van, hé, zit Armand misschien nog boven? Ja, 20 jaar bestaan was dat. Toen moest toch iemand hem naar de auto zien te krijgen. Want hij wist toch niet meer waar de auto was. Ja, en dat wist niemand. Maar hij is uiteindelijk wel thuis gekomen volgens mij. De Stam blijft De Stam, beloven jullie op de socials. Wat maakt De Stam De Stam? Ja, De Stam is gewoon een van de weinige mooie laatste bruine cafés hier in Almelo. Samen denk ook wel Barbiertje, België een beetje en even kijken van Carla, het Brandpunt. Ja. En er zit hier mooi op het Amaliaplein. De jonge lui die kunnen dit gewoon nog mooi ontdekken als echt een bruin café. Dat bevalt gewoon heel goed. Je ziet gewoon heel veel jonge mensen deze kant op trekken. Ja. In plaats van naar de discotheek. En dat doet heel erg goed. En dan voelen ze de warmte. En bandjes blijven ook geprogrammeerd? Ja, gelukkig heeft Toon voor de komende tijd nog een mooie programmering staan. En daarna zal ik dat overnemen. Maar alles staat wel klaar. En de meeste bands zijn wel bekend. En de contacten blijven ook gekomen. Iedereen meldt zich ook aan. Het café is ook vrij populair om op te treden. Dus er meldt zich van alles aan. En dan kunnen wij gewoon uit de mooie vijver vissen. Dat gaat gewoon blijven, natuurlijk. Ja, jullie doen dat. Niet veel cafés in Almelo doen dat. Nou, ik kan niet van anderen praten, maar we proberen hier gewoon goede muziek neer te zetten. Dat is tot nu toe bijna altijd gelukt. Ja. Ja. Wat ga je het meeste missen, Toon? De sfeer, de gezelligheid, denk ik. Zowel met personeel als met de gasten. De sfeer is over het algemeen vrij ongedwongen en iedereen kent elkaar goed. Dat is gewoon het mooie van dit café ook wel. Het is gewoon... zeer laagdrempelig. Andere zaken stap je misschien niet zo makkelijk alleen naar binnen. Hier wel. Hier is altijd meteen aanspraak en heel veel mensen kennen elkaar. We zeggen ook altijd van de advocaat zit naast de metselaar. Dat gaat allemaal in goede harmonie samen. Dat is ook het mooie van De Stam. Blijft de soep van Willem? Ja, voorlopig wel, ja. Tuurlijk. Ja, ik heb er niks anders van zeggen. Hij vindt het mooi om te maken en mensen vinden het mooi om te eten. Dus waarom niet? De vraag van de dag.